En vandaag de gast Helene Mees, econoom, columniste. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken, sowieso. Namelijk, wat worden de belangrijkste economische momenten dit jaar in de VS? En hoe hebben die mogelijk invloed op ons leven? En wat zijn de gevolgen van het steunprogramma voor de Amerikaanse industrie? De zogenaamde Inflation Reduction Act. Om met dat laatste te beginnen, die naam, daar klopt helemaal niks van, toch? Inflation Reduction Act. Nou, de wet jaagt de inflatie niet op. Want hij gaat wat doen aan de productiecapaciteit van de Verenigde Staten door betere infrastructuur. Hij verzorgt ook nog, in dat pakket zit ook nog maatregelen om de prijs van geneesmiddelen iets omlaag te brengen. Dus in die zin doet het een klein beetje aan de inflation reduction. Maar die naam is vooral bedacht omdat de laatste senator die tot dan toe niet mee wilde stemmen en die nodig was voor een meerderheid in de Senaat, Joe Manchin van West Virginia, om die mee te krijgen. En zeg maar op het moment dat daarover besloten werd, het was in het voorjaar, toen was de rente, was de inflatie bijna 10%. 10% op jaarbasis in de Verenigde Staten. En door die naam te veranderen van dat pakket maatregelen naar de Inflation Reduction Act heeft uiteindelijk Joe Manchin ermee in willen stemmen. Ja, het is dus politiek ingegeven, die naam. Het is een enorm investeringspakket. 700 miljard is het volgens mij alles bij elkaar opgeteld, toch? Ja. Ja. En van de regering dus om die inflatie te beteugelen in naam en ook om de industrie in de VS te verduurzamen. Zeker, en om de hele economie te verduurzamen. Er zit bijvoorbeeld heel veel subsidies in voor elektrische auto's. En dat is op zich een heel goed idee. Dat hebben we in Nederland ook al gedaan. Subsidies geven voor de aankoop van elektrische auto's, zodat het minder vervuilend wordt. In Nederland hebben we die subsidies ook gegeven voor als iemand een Tesla koopt. En niet alleen maar voor elektrische auto's die in Nederland worden geproduceerd of in de EU worden geproduceerd. In Nederland worden geen auto's geproduceerd, maar binnen Europa. En wat de Amerikanen nou hebben gedaan, die combineren dus het idee van de verduurzaming met een heel nationalistische politiek. Want dan moeten die auto's ook nog eens een keertje in Amerika zijn geproduceerd. Ja, en dan krijg je $7000 korting volgens mij. Ja. Ja. Maar dan moet het wel een Amerikaanse auto zijn dus. Met andere woorden, protectionisme. Dan gaan we met onze Europese elektrische auto's? Ja, dat is ook echt een heel groot probleem. Dus ik, het is ook en het grootste probleem is er misschien wel van, is dat je ook ziet dat Amerika gewoon alle regels gewoon aan de laars lapt op het moment dat het hun uitkomt. Welke regels hebben we het in dit geval over? Ja, over het Wereldhandelsverdrag. Je mag niet op deze manier protectionistische maatregelen invoeren en onderscheid maken tussen waar de auto's geproduceerd zijn. Ze doen het toch? Niemand die ze kan stoppen? Nee, niemand die ze kan stoppen. Want de Wereldhandelsorganisatie heeft op dit moment geen functionerend rechtsprekend orgaan. Waar wel een uitspraak is gedaan. Bijvoorbeeld over de sancties. De invoerheffingen die Trump heeft opgelegd aan China. Als onderdeel van de handelsoorlog. Daarvan heeft de Wereldhandelsorganisatie al gezegd van die zijn niet toegestaan. En Amerika legt die uitspraak gewoon naast zich neer. Die doet er helemaal niks mee. Dus het grote idee van economische vrijhandel, waar Amerika altijd de grootste voorstander van was, dat hele idee gooien ze gewoon het raam uit op het moment dat zij denken dat ze ergens anders beter van kunnen worden. Ja, met als gevolg dat hier in Europa de angst ontstaat dat bijvoorbeeld, als we nou tot het voorbeeld van die auto's maar even aanhouden, fabrieken naar de VS verplaatst gaan worden. Dus minder werkgelegenheid hier. Ja, absoluut. En dat is een heel groot probleem. Angst. Ja, nou zeker. Nu zien we gelukkig dat hier de energieprijzen aan het dalen zijn. Toen de gasprijs €350 was, zoals even in augustus is gebeurd, ja, dan was het gewoon prohibitief om hier überhaupt nog een nieuwe industriële activiteiten te ontplooien, dus hier te investeren. Dus er gingen natuurlijk heel veel bedrijven naar de Verenigde Staten kijken, want dat is dan een double whammy. Je kunt produceren tegen lagere energieprijzen en je product wordt veel aantrekkelijker, want je krijgt een hele grote subsidie. Nu gelukkig is de energiekosten die zijn aan het dalen. Dat is heel belangrijk. Het is nog steeds flink hoger dan het was. Maar voor €60, nou, dat is te overleven. Dat kan met een aantal aanpassingen kun je die kosten opvangen.
Ja, en dan zegt de Verenigde Staten van ja, dan moeten jullie maar op dezelfde manier zeg maar de industrie beschermen. Subsidies gaan invoeren. Maar ja, daarvoor hebben we juist het Wereldhandelsakkoord om dat juist te verbieden. Ja. Wat was de oorsprong nou van die Inflation Reduction Act? Waarom was het nodig, vond Biden? Waarom heeft hij het in het leven geroepen? Nou, dat is wel dat. Kijk, Biden heeft. Heeft gewoon echt een transformational, iemand die een grote verandering, zo'n president heeft hij willen zijn. Hij heeft willen zorgen voor een upgrade van de Amerikaanse economie. Hij ziet natuurlijk, dat is het interessante van de Verenigde Staten, van de ene kant zijn ze enorm, staan ze aan de top. Hè, als je kijkt naar wat de beste universiteiten ter wereld zijn, het meest hoogwaardige vind je in de Verenigde Staten. En van de andere kant zie je, als je even buiten, maar zelfs in Manhattan, denk je af en toe dat je gewoon in een derde wereldland bent. Als je ziet hoe de wegen erbij liggen, bruggen die slecht zijn, bruggen die niet bijgebouwd zijn, tunnels die niet gebouwd worden. Terwijl verschillende levensstandaard. Absoluut. Ja, dat gaat over het verschil in levensstandaard, maar gewoon dat de publieke voorzieningen heel laag zijn. Die is zo slecht. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat mensen geen belasting willen betalen, of maar heel weinig. En je dus, ik weet wel dat, even kijken, wie was dat nou? Van Harvard University of MIT. Die kwam naar Nederland toe voor een voordracht over big data. Dat is inmiddels al echt een aantal jaar. Maar dat hij van Schiphol naar Rotterdam was gereden. En dat hij zo verbaasd was dat er gewoon zulk mooi asfalt lag. En hij is daar waarschijnlijk ook om 2:00 middags. Dus hij heeft ook geen file gehad of iets. Het was een buitenaardse ervaring voor hem. Ja, geen potholes in de weg. Ja, dat. Ja. En dat wil Biden. En niet alleen maar qua infrastructuur, dus niet alleen maar beton, maar datzelfde ook met als het gaat over technologie. En wil hij die verbetering, die upgrade ook voor de Amerikaanse economie bewerkstelligen met dit pakket?